Vandaag in de vlog, Pim en ik komen bijna om in een orkaan. Ik denk dat we naar binnen moeten. Een bijzonder pakketje. Ik weet niet of ik het kan laten zien, want er staat een hele grote piemel op. En een hele slechte recensie. Opgepompte vijftiger met baardje wilde op de vuist met klanten. Verdorie, mijn dag begon zo goed. Ik was lekker, ik stond echt vrolijk op, lekker geslapen. Ik heb best wel een wild weekend achter de rug met feestjes en veel drank en laat naar bed en korte nacht. Dus ik was blij dat ik vanmorgen maandagochtend gewoon een beetje fris wakker werd. En toen ging ik mijn mail lezen. En toen had ik een heel vervelend zakelijk mailtje. Nou, vorige week heb ik het nog in de vlog gehad over hoe je niet moet reageren op feedback. Dus ik heb nu even zo diep ingeademd en toen toch een heel woest mailtje gestuurd. Een paar dingen aangepast. Toch weer verder woest getypt en op verzender gedrukt. Maar in dit geval had ik gewoon echt 100% gelijk. Dus het was geen feedback waar ze eigenlijk wel een punt hebben en je het vervelend vindt om dat te horen. Maar het was gewoon totaal niet, het klopte gewoon totaal niet wat ze zeiden. Dus nu, in dit geval is het toch wel goed dat ik wat stevig heb gereageerd, denk ik. Maar ja, we zullen zien hoe het afloopt. Ik ga het nu proberen weer los te laten. En ik heb ook nog geen koffie gedronken en niet gegeten. Dus ik ben ook ben nog een beetje aan het wakker worden. Dat is ook allemaal niet het eind van de wereld, maar het is gewoon irritant. Eerst maar eens een koffietje dan. Ik denk dat dat wel helpt. En weet je wat het ook is? Toen ik nog videoclips en aftermovies maakte. En dat weet natuurlijk niet iedereen, maar dat is hoe ik eigenlijk ben begonnen als freelancer. Ook wel bedrijfsvideo's en zo, maar toch voornamelijk in de muziek. Was in ieder geval de bedoeling. Toen vond ik het ook nooit echt leuk om dan feedback te krijgen als je de eerste versie doorstuurde. Maar ik wist wel altijd, oké, dit is de eerste versie en we gaan samen tot een eindproduct komen. En zeker als je direct met artiesten werkt, dan was het enthousiasme vaak groter dan de kritiek. Er was vaak van, ja, dat ene shot, dat vind ik niet zo mooi. En op die seconde kun je dan de drums in beeld brengen in plaats van een zanger of zo. Terwijl hoe groter het bedrijf is waarmee je werkt, hoe irritanter er verzoeken worden. Want dan krijg je echt dingen, ja, het logo moet iets groter. Of ja, die ene dame in dat interview zegt iets wat niet helemaal klopt. Kun je dat nog veranderen? Nee, natuurlijk niet. En sommige partijen weet je gewoon, als er feedback komt en je gaat dat verwerken, wordt de video slechter. Zo moet je echt zo'n beetje vechten om je eigen product te behouden. Terwijl ik ook echt heel vaak heb meegemaakt dat iets juist beter werd door de feedback. Maar het is alsnog altijd wel, ik vind het altijd nog wel pittig. Omdat je dus, je maakt iets, je denkt, oké, dit is hoe het moet zijn. Dit is de beste versie van wat het kan worden. En dan heeft iemand daar iets over te zeiken. Ja, het is nooit echt leuk. Maar het verschil met nu is dat het toen in ieder geval nog over andere mensen ging. Over andermans werk. En niet over mij persoonlijk. Terwijl nu, als ik een samenwerking doorstuur die in mijn vlog moet, of op mijn Instagram moet, of op mijn TikTok, dan ben ik het. Weet je, het is mijn hoofd, ik vertel het, ik heb het script bedacht, ik heb het gefilmd, ik heb het gemonteerd. Als er iets mis mee is, dan is er eigenlijk ook iets mis met mij. Tenminste, zo voelt het dan. Dus het is in ieder geval veel lastiger om het niet persoonlijk op te vatten, vind ik. Ik heb iets nieuws op brood. De Indische pinda spread van Albert Heijn. Ik ben benieuwd. Het is 52% groente en 23% pinda. Lekker plantaardig, dus helemaal vegan. Met mais, gerooste pinda's en sesampasta. Ik dacht eerst, is het een soort beetje die vegetarische kipsaté salade? Of is het gewoon een soort pindakaas? Oh nee, het lijkt wel anders dan pindakaas. Interesting. Het heeft iets van humus. Het is vrij pittig. Een beetje een zuurtje. Het smaakt helemaal niet naar pinda. Dat is ook maf. Nou, ik vind het wel lekker. Ook omdat het zo spicy is. Maar als ik het niet zou weten, zou ik denken dat het humus was. Maar het is zeker niet vies. Kan je wel altijd het liefst bij me in de buurt zitten. Waar dan ook. Maar ook als ik aan het werk ben in mijn werkkamer, dan zoekt hij altijd een plekje waar hij kan zitten. En dat is nog best wel lastig. Dus soms wordt hij gewoon een beetje onrustig. En gaat hij de hele tijd zo tegen mijn armen aan tikken. Dat hij aandacht wil.
Hij wil ook niet op schoot zitten. Sommige katten zitten op schoot terwijl mensen aan hun bureau zitten te werken. Heb ik hem al uitgelegd, maar nu heb ik zijn mandje wat normaal gesproken op bed ligt, waar hij nooit in ligt. Want hij ligt altijd gewoon op de deken tussen mijn benen. Nu heb ik zijn mandje hier neergelegd. En dan ligt hij hier gewoon lekker op de grond naast mij te slapen. Ja, wel heel gezellig. Het staat ook heel leuk. Dat roze op het roze kleed. Oké. Ik ga mijn koffie drinken. En aan het werk. Vanavond ga ik iets heel leuks doen. Maar daarover later meer. Zo, het is bijna 4:30. Ik heb lekker zitten werken. Heel lang gebeld met een vriend. Was ook heel fijn. Bijna een soort, het was echt bijna een soort therapie. Over een uurtje heb ik afgesproken met Pim bij Mout. Lekker, zo die enkele lettergrepen. Dan gaan we even wat eten. Het is nog niet echt etenstijd, maar we gaan toch eten. Want daarna gaan we naar de opname van de avondshow met Arjen Lubach. Ik wil nog steeds zondag met Lubach zeggen altijd als ik over het programma heb. Maar de avondshow met Arjen Lubach wordt opgenomen hier in Hilversum op Mediapark. Ik ben er nog nooit bij geweest. Ik ben wel 1 of 2 keer bij Zondag met Lubach geweest. En het is gewoon altijd leuk. Ik bedoel, ik vind Arjen Lubach sowieso een grappige vent. Ik vind het programma altijd heel goed gemaakt. Maar ik vind toch ook nog steeds wel als mediamaker het altijd heel leuk om te kijken bij zo'n opname en hoe zoiets wordt gemaakt en wat er dan gebeurt met wat zegt de opnameleider, wat zegt de publieksopwarmer. Moeten dingen vaak opnieuw? Ben ik benieuwd naar wat gebeurt er als de camera uitstaat? Wat gebeurt er tussen de takes? Wordt er echt zo hard gelachen of is het een lachband? Ik ga het allemaal voor je uitzoeken. Ik mag daar natuurlijk niet vloggen. Ik weet niet eens of mijn camera mee naar binnen mag eigenlijk. Dus ik vertel je achteraf denk ik hoe het was. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het ook een beetje spannend om weer op het Mediapark te zijn. Ik heb daar 10 jaar lang gewerkt. Steeds meer gaan freelancen, steeds meer gaan YouTuben, minder in dienst gaan werken. Eigenlijk met bijna niemand meer contact met wie ik toen heb gewerkt. Ik verwacht niet dat ik bij de VPRO ineens heel veel mensen tegenkom van mijn oude werk. Maar toch voel ik een zekere, ik weet niet goed wat het is. Ja, alsof je gewoon, ik ben gewoon nooit meer op dat Mediapark geweest. Ik ben geloof ik 1 keer overheen gefietst omdat het de kortste weg was naar een restaurant of zo of naar de hei. Maar ik voel een zekere spanning bij de locatie op zich. Maar goed, als we in de studio zitten zal het allemaal zo voorbij zijn, denk ik. Dus dat ga ik zo doen, maar ik wil eerst nog even wat vertellen over die gekke, rare, vreemde, enge kringloopwinkel waar ik 2 weken geleden was met Roosmarijn. Waar op zich heel veel mooie spullen waren, maar we werden wel op een gegeven moment een beetje agressief benaderd door de eigenaar. Omdat we aan het filmen waren zonder toestemming. Nou, daar had hij op zich een punt. Kun je natuurlijk ook aardig vragen, maar ja, ik snapte wel zijn irritatie. En toen gingen we afrekenen en toen ging het helemaal mis. Want ik vroeg iets over een van de dingen die we hadden gekocht. Toen kwam er een heel verhaal over een vriend van een neef van hem. Die was homo. Dat was wel een red flag als iemand zegt, ja, dat was een homo. En die was ziek. En die werd verzorgd door zijn neef. En die had zijn hele erfenis nagelaten aan die neef. Waaronder dus die shirts waarvan Roosmarijn er 1 had gekocht. En toen sloot hij dat verhaal af met de gezellige uitspraak. Dus ze zijn niet allemaal negatief, die homo's. Met negatief bedoelde hij dus vervelend of stom of raar of slecht. Waarmee hij dus impliceerde de meeste homo's wel. En je kan wel zeggen, hij bedoelde het goed. Maar ja, dan moet ik altijd denken aan een vriend van mij die zegt, Hitler bedoelde het ook goed. Met goede bedoelingen schieten we heel weinig op. Hij zei gewoon, het was gewoon een beetje een hele bekrompen homofobe uitspraak. Die op dat moment ook zo, ja, best wel als een schok kwam voor ons. Waardoor we ook een beetje soort uitgeluld waren. En ik voelde me daar niet per se rot over dat er een man op de wereld bestaat die homo's stom vindt. De meeste homo's. Die ene niet. Ik voelde me vooral rot over dat ik niks terug had gezegd. Waarom klapte ik zo dicht? Waarom kwam ik niet voor mezelf op? En wat had ik dan moeten zeggen? Dus dat was eerder de frustratie dan die vent. Want die vent, ja, ik dacht, ik ga gewoon nooit meer naar deze winkel. Klaar. En toen wees een paar dagen geleden iemand mij erop dat ik niet de enige ben met een vervelende ervaring in die winkel. En dat was wel, dat was toch wel verhelderend. Toch ook wel een soort geruststellingen van, oké, ik heb er niet echt aangesteld. Die man is echt niet goed bij zijn hoofd. Er zijn echt, als je op Google kijkt, kringloopwinkel het gooien in Bussum, zijn echt hele grappige en heftige recensies. Heel veel 1-sterren recensies. Maar dat gaat dan vaak over hoeveel troep er wel niet is. Dat het allemaal een beetje vies is. Dat hij altijd doet alsof hij korting geeft, maar ondertussen helemaal geen korting geeft. Nou, dat is allemaal nog tot daar aan toe. De eigenaar is erg arrogant en niet vriendelijk.
Doet altijd moeilijk. Slechtste kringloop van het gooi. Valt niet te prazen praten met deze man. Belachelijk hoge prijzen, onaardig personeel. Maar ook iemand die schrijft, de eigenaar gunt je geen blik waardig en gedroeg zich echt heel agressief naar mij toe toen ik iets had gepakt wat net binnen was. Ik las in meer reviews dat deze man agressie en gedragsproblemen vertoont naar klanten. Toen dacht ik, oké, ik moet nog even iets verder zoeken. Toen vond ik deze, wel van een jaar geleden. De zaak is inderdaad vies en duur, maar dat is niet het ergste. De medewerker of eigenaar, een opgepompte vijftiger met baardje, wilde op de vuist met klanten. Volkomen onterecht. Nou, lijkt me sowieso altijd onterecht om op de vuist te gaan met je klanten. Hij duwde, terwijl hij de klant naar buiten aan het werken was, een oud vrouwtje, een andere klant, tegen een kledingrek. Politie gebeld, maar gezien de andere review kan deze man gewoon zijn gang blijven gaan. En nog een veel oudere review. Duur, rommelig, onvriendelijk personeel. Ligt nooit iets goeds in de winkel, waarschijnlijk omdat personeel alles achterover drukt. Niks naartoe brengen. De eigenaar wilde een keer vechten voor de deur met een klant die een tasje niet teruggelegd zou hebben in het schap. Stond te zwaaien met kickboxfoto's. Eigenaar volgde de klant dreigend door de hele winkel. Situatie is niet geëscaleerd door rust van klant, niet door eigenaar. Eigenaar ging bijna op de vuist. Dus het zijn twee afzonderlijke reviews op een heel ander moment dat die eigenaar heel agressief was. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het met zijn goede bedoelingen ook wel meeviel. Ik voel me nu wel iets minder slecht over dat ik zo heel specifiek zijn winkel heb genoemd in die vlog en heb gezegd, ja, dat verhaal heb verteld. Normaal gesproken zou ik dat denk ik wat anoniemer gedaan hebben. Maar goed, we waren daar al aan het shoppen. Ik had al laten zien waar we waren, verteld waar we heen gingen. Maar nu ik dit heb gelezen, denk ik wel, nou, misschien wel terecht dat ik deze man heb exposed. Ik hoop alleen niet dat hij me komt opzoeken. Ja, en nu heb ik dus een beetje trek. Maar ik ga over een uurtje eten. Wat te doen? Er zijn vast nog kijkers. Hele trouwe oude kijkers. Die weten wel dat ik ook nog best wel wat video's heb gemaakt met Martine. Martine die maakt de backstage vlogs van het programma van Arjen Lubach en is ook de vriendin van Arjen Lubach. Zij heeft op haar kanaal volgens mij die video's offline gezet. Maar bij mij kun je ze nog kijken als je zoekt op Bram Tieners kerstquiz. Volgens mij zijn ze nog steeds wel leuk. En ja, die vriendschap is helaas wel wat verwaterd over de jaren heen. Maar ik kijk nog steeds met heel veel plezier naar haar vlogs en volgens mij heeft ze er heel veel succes mee. Dus dat is heel erg tof. En ze maakt eerst ook vlogs over ja, wat meer haar persoonlijke leven. Ik vind het wel jammer dat ze dat eigenlijk niet meer doet, maar ik snap het wel. Want als je een relatie hebt met zo'n bekende Nederlander, wordt het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Wat kun je laten zien en hoe open kun je nog zijn? Ik ben benieuwd of ik haar nog even ga zien vandaag. Even ga spreken. Ik ben nu aan het wandelen naar Mout, want mijn fiets stond nog op het station van afgelopen zaterdag. Dan heeft de Uber mij thuis gebracht. Dus lekker aan de wandel. Ik heb het nu alweer heet. Gaat het zo heel hard regenen? Ja. Maar hier zitten we wel droog, hopelijk. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik hoop dat het vanuit die kant regent. Ja, anders dan zitten we hier alsnog heel nat. Want binnen is nou ook altijd zo lawaai. Mooi, ja. Goed uit? Salade. Salade, ja. Yeah, right. Met frietjes. Smakelijk. Smakelijk. Oh nee, dat helpt niet. Oh ja, dat doe ik zo waar we op, denk ik. Ik denk dat we naar binnen moeten. Dat is niet meer veilig. Het is weer droog, soort van. We zijn echt even van het terras gewaaid. Dat is echt niet normaal. Als jij was blijven zitten waar je zat, dan had ik nu wel een wond op mijn rug. Ja, had je een hele ding op je kop gekregen. Het is een hele harde klap, kan ik zeggen. Ja, ja, het was echt een beetje einde van de wereld vibes. Vond wel vet eigenlijk. Ja. En nu lopen we naar het Mediapark. Tim, jij bent er al eens bij de opname geweest, hè? Klopt, ja. Was het leuk? Zeker. Ja, het was heel leuk om mee te maken. En jij zei zelfs dat je het
In het echt leuker vond dan op tv. In het echt, zeg maar, kan ik wel lachen. En als ik achter of voor de tv zit, dan voelt lachen zo nep. En dan ik eigenlijk nooit. Dan ben ik zo van, als ik iets echt grappig vind, zo... Ja, dat dan, herken ik wel. Voor de rest lach ik niet. Maar daar is alles... Jij zit in het moment, ja. Jij zit in het moment. En het lachen is dus wel echt echt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Het is wel een sportuitzending vandaag. Oh. Maar ik vind dus zelfs de sportuitzending altijd wel leuk. Dat is wel grappig. Ja. Ik vind het ook altijd lang duren. Ja. Zijn er vlogkijkers van ons programma ook? Martine maakt de vlog. Laat het iets harder horen. Ja. 4 mensen of zo. Eentje ken ik ook. Wat leuk. Ja. Leuk, hè? Het was heel leuk, ja. En ik vond het leuk dat er lekker veel misging. Ja, dat ging wel echt extreem veel mis. Dus ja, leuk als in interessant om te zien wat er dan gebeurt. Ja, vooral als ze zo gingen overleggen en zo. Ja. Dan... Lijkt me lastig dat je zo'n soort live voor publiek moet vergaderen met je collega's. Mm-hmm. Ja, ze deden ook de muziek aan op een gegeven moment. Ja, toen werd het iets te... Zo te ongemakkelijk anders. Ja. Ja, ik vond het wel kut voor Arjen dat hij dan zo de begin de show naar zijn episodewarming heb gedaan en... Ben je helemaal zo hyped en dan begin je de show en dan... Ben je weer helemaal van het begin af aan. Eigenlijk. Heeft iemand een fout gemaakt? Nee, het was echt heel leuk om te zien. En het was een grappige aflevering, ondanks de sporteditie. Zo, maar ze zeiden toch geen sport vandaag. Ja, en toen kwam het toch. Ja, sowieso begreep en verstond ik niet alles. Maar nee, ik verstond niet... echt best veel niet. Ja. Ik zie het vanavond wel op tv, denk ik. Ja. En we zaten bijna in de leader. Ja, want we kwamen, dat vind ik echt stom. Ja, we kwamen binnen en toen gingen ze dat loopshot opnieuw opnemen. Ja. Wat iedere dag hetzelfde is. Ja, ik denk want dat er... ze hebben pas een nieuwe, toch? Als ik het goed heb gezien. Misschien zat er iemand in de intro die er niet meer op het beeld wilde. Dus we hadden dat allemaal opnieuw opgenomen. Toen bleek achteraf, ja bedankt, maar het was overbelicht. En we hadden een hoofdrol. Ja, we stonden helemaal vooraan. We stonden vooraan en ze zeiden echt van, we hebben nog 3 mensen nodig. En toen werden wij daar zo naartoe geduwd. Ik denk dat we eigenlijk net niet in beeld waren eigenlijk. Nee, ik maar, niet. Nee, maar ik vond het heel leuk om er eventjes zo in de tv-studio te zijn. En, ja. Ja, ik vind het wel leuk. Want... Ja. Martine helaas niet gezien. Arjen zwaaide wel eventjes. Ja, is het wel iemand die ik ken? Ja. Dus ja, was heel leuk. Ja, ik vond het echt gezellig. Ja, leuk. Kijk nou, dit is een pakketje waar ik vanmorgen een uur lang voor aan de telefoon heb gehangen met PostNL. Omdat er stond dat het bezorgd was, maar ik had niks gekregen. Heeft het hier in mijn muur geduwd. Het is dezelfde kleur. De enige reden dat ik hier toevallig nu stond, is omdat ik Kai aan het filmen was. Dat is een cadeautje voor Jesse's verjaardag. Die we komend weekend gaan vieren. Een heel mooi... kunstwerkje van Rogier Roeters. En ik had dus al 2 keer een bericht gehad van PostNL dat het bezorgd was. Ik had ook gezien op mijn deurbel dat de bezorger was geweest met dit pakketje. En toen was het weer verdwenen. Is het in de muur geduwd? Sorry, maar leg het dan voor mijn deur. Gaat het? Wat ben je wild aan het doen? Zet de gordijnlamp op blauw. Ik ga nu... Ja, heb ik wel genoeg gegeten eigenlijk? We moesten er zo vroeg zijn dat we... een beetje hadden gegeten. Ik ga zo nog wat eten. Ik ga even mijn video afmaken van morgen. Die heb ik afgemaakt. Alleen de thumbnail nog maken. Dat scheelt. En dan, ja, ik denk dat ik dan toch... Ik ben nu toch wel benieuwd om de avondshow met Arjen Lubach te gaan kijken op tv. Om te kijken hoe het is geworden. Zeker omdat er zoveel dingen geknipt werden en opnieuw moesten. En of ik mezelf hoor lachen. Ik moest echt om heel veel dingen heel hard lachen. En ik zag dus dat het publiek wordt met... Ik heb geprobeerd te tellen... 20 microfoons opgenomen. Dus dat verklaart wel waarom die lach zo lekker hard staat. En even kijken of dit pakketje nog een beetje heel is. Ik ga het morgen even mooi laten inlijsten, denk ik. Voordat we het geven. Oh, het zit wel nog extra verpakt. Ik weet niet of ik het kan laten zien, want er staat een hele grote piemel op. Maar echt een hele grote piemel. Kleine preview. Ik denk dat Jess het wel even laat zien dit weekend in de vlog. Ik ben niet per se de grootste fan van Rogier Roeters. Ik vind de helft van zijn werk... heel tof en de helft echt mega cringe. Maar dit vind ik wel weer grappig.
Wat ik zo leuk vind aan jou is dat jij mij compleet accepteert zoals ik ben. Antwoord, het is Vint zonder T. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag morgen weer. Kijk maar even. Doei! Heel zoet. Ja. Alleen water. Oh ja, zo.